Ik begin nog maar een keer met de basisregels. Wat blijft gelden is, houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukte. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Test je positief, dan blijven ook de huisgenoten thuis. Was je handen stuk. Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Wat we aanscherpen is het oude advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat woord, werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Deze maatregel heeft in het voorjaar heel veel effect gehad en we moeten dat nog een keer op dezelfde manier doen. Het is op veel plaatsen gewoon weer te druk geworden op het werk. En dat zien we ook terug in de aantallen clusters van besmettingen. Tegen werkgevers en hun mensen zeggen we daarom, neem je verantwoordelijkheid en regel dat samen. Dus ook even geen teambuildingssessies en bedrijfsuitjes. En als er in een werksituatie toch een bronbesmetting plaatsvindt, kan zo'n kantoor of werkplek voor 14 dagen worden gesloten. Tot slot halen we in de basisregels ook het advies weer terug, beperk je reisbewegingen. Je stapt niet in de bus of de auto om te gaan winkelen met een vriendengroep. Winkelen is geen uitje, doe het alleen. Vervolgens gelden vanaf morgen enkele generieke regels om de groepsgrootte overal te beperken. Voor activiteiten buiten geldt een maximum van 40 personen. Binnen mogen 30 personen in één ruimte zijn. Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4 personen, behalve als het om een huishouden gaat. Dat betekent dus niet meer dan 4 vrienden op een terras waar maximaal 40 mensen zitten. Of in een restaurant waar maximaal 30 mensen zitten. En voor bezoek thuis wordt het dringende advies om niet meer dan 3 gasten van 13 jaar of ouder tegelijkertijd te ontvangen bovenop het eigen huishouden. Dat aantal was eerder 6 gasten. Er zijn uitzonderingen op de groepsgrootte die te maken hebben met juridische overwegingen, maatschappelijk belang of praktische noodzaak. Denk aan het onderwijs, waar nu niets verandert in de geldende regels. Denk bijvoorbeeld ook aan strikt noodzakelijke werkbijeenkomsten, aan kerken en aan demonstraties. En voor zalen met een groot cultureel belang geldt dat voorzitters van de veiligheidsregio's ook een uitzondering kunnen maken. Een volgend blok maatregelen heeft betrekking op wat we met een lelijk woord doorstroomlocaties zijn gaan noemen. Dat zijn plaatsen waar mensen, simpel gezegd, niet stilzitten, maar bewegen. Bijvoorbeeld winkels, musea en bibliotheken. Maar ook pretparken, kermissen en dierentuinen. Daar gelden de maxima van 30 en 40 niet, want dat zou tot bizarre situaties leiden. 30 personen in het Rijksmuseum of 40 in de Efteling is natuurlijk redelijk absurd. Voor alle doorstroomlocaties, behalve de detailhandel, bepalen de veiligheidsregio's in overleg hoeveel bezoekers maximaal kunnen worden toegelaten binnen de 1,5 meter maatregel. De detailhandel moet een verplicht deurbeleid gaan voeren om te zorgen dat mensen in de winkel 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt daar vanwege de hoge besmettingsgraad nog het advies bij om in de winkel een mondkapje te dragen. Dat is dus geen verplichting, maar winkeliers mogen klanten weigeren die dat niet willen doen. We vragen daarnaast aan het OMT een advies over de bredere inzet van mondkapjes. Speciaal voor de supermarkten komt er een plicht om 2 keer per dag een speciaal winkeluur in te voeren voor kwetsbare groepen. Dat zal niet morgen meteen kunnen en dat gaat ook in overleg met de sector. Maar het is belangrijk dat ook kwetsbare ouderen en mensen met gezondheidsproblemen in alle rust en veilig hun boodschappen kunnen doen. En dan kom ik bij de horeca. Ook in deze sector moeten we helaas de regels aanscherpen. Niet omdat alle horecaondernemers er een potje van maken, verre van dat. In verre de meeste zaken worden heel goed en nauwkeurig de protocollen gevolgd. Toch zien we het aantal clustersbesmettingen in deze sector toenemen. Vaak gaat het dan ook nog meteen om grotere aantallen van 100 of meer mensen. En dan gaat het natuurlijk vaker om cafés dan om restaurants. Vanaf morgen geldt landelijk voor alle horeca de laatste inloop om 9 uur 's avonds en sluiten om 10 uur. Gemiddeld genomen zal dat voor de restaurants minder ingrijpend zijn, terwijl we zowel veel late en, laten we ook eerlijk zijn, alcoholische contactmomenten voorkomen. En dat is echt belangrijk in deze fase. Voor de sportsector geldt een soortgelijke redenering. Er zijn extra maatregelen nodig, niet omdat de sector het slecht doet,
maar omdat we in het grote geheel, zonder aanscherpingen, ook in de sport, het virus niet genoeg kunnen terugdringen. Dat heeft met de schaal te maken. Sport, amateursport, professionele sport, spelers en toeschouwers, dat alles samen leidt tot veel reisbewegingen en tot veel sociale contacten. De komende 3 weken is daarom alle sport zonder publiek. Zowel de amateursport als de professionele sport. We kunnen dus blijven sporten, ook in teamverband, maar het moet even zonder aanmoedigingen vanaf de kant of vanaf de tribune. En zonder biertje of chocomel na afloop, want de sportkantines gaan dicht. Een laatste maatregel is dat we de registratie, zoals in de horeca, vanaf morgen verplicht stellen voor alle contactberoepen. Dat kan dus ook bij de kapper of masseur gewoon met een schriftje bij de voordeur, bij de ingang. En we gaan kijken of dit ook op andere plekken een goed idee is, bijvoorbeeld in gemeentehuizen.